Binnen niet al te lange tijd worden de e-rijbewijzen aan het grote publiek verstrekt. Op dinsdag 9 februari heeft minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie vooruitlopend het eerste nieuwe rijbewijs in ontvangst genomen. Met de uitgifte hiervan zal straks de achterstand die mede is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie worden weggewerkt. Het reportageteam van de CDS heeft dit moment niet gemist. Het is zover. Na een gedegen voorbereidingsperiode, de interne transitieperiode van onze afdeling en de vele uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, mogen wij vandaag over enkele ogenblikken overgaan tot de afgifte van het eerste Surinaamse elektronisch rijbewijs. Vanaf maart van het vorig jaar is er vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19-pandemie en de interne transitieperiode van onze afdeling een grote achterstand ontstaan in de afgifte van rijbewijzen. Ik haast mij daarom om alle gedupeerde geslaagden voor het rijexamen die nog niet in het bezit zijn van hun officieel rijbewijs te bedanken voor hun getoonde begrip en geduld. Een bekend spreekwoord luidt: wie het laatst lacht, lacht het best. Als voormalig voorzitter van e-government heb ik met mijn team toen steeds sterk gemaakt om de documenten die uitgegeven werden door de Surinaamse overheid niet alleen veiliger te maken voor wat betreft het document, maar ook het proces voor het tot stand komen van de documenten. Toen is ook aangegeven dat bij het Secure Document Systeem in maart 2018 de eerste e-ID-kaarten werden uitgegeven, dat maar een onderdeeltje was van wat mogelijk was met dat systeem. Vandaag beginnen we met het uitrollen van de eerste biometrische of e-rijbewijzen en naast de toekomst zal datzelfde systeem ook de e-paspoorten produceren. Ik blijf hameren op de veiligheid. Het gaat nogmaals niet alleen om een document dat veiliger is en ook in het buitenland geaccepteerd zal worden weer, maar ook het proces. Dus we hopen het niet, maar het zou kunnen gebeuren dat als iemand zich zou willen vergelijden om anderen te helpen om aan rijbewijzen te komen, is het in het systeem te volgen en wie welke handeling gepleegd heeft. En dat is het belang van het systeem, dat we niet uit het oog moeten verliezen. Ook de decentralisatie is heel belangrijk, zoals u dat ook aangaf. De burger hoeft niet meer naar Paramaribo hier te komen om zijn rijbewijs te verlengen of aan te vragen, maar in tijd zult u ook werken eraan dat het op meerdere plaatsen, nu op dit moment is het Mungo, als ik me niet vergis, Nikeri, hier in Paramaribo. En in tijd zal dat op meerdere plekken mogelijk zijn. Meneer Gardelito heeft al gezegd, de vorige IGOV heeft zich sterk gemaakt om te werken aan de veiligheid van overheidsdocumenten. En dat is hard nodig in deze tijd. Wij als nieuwe IGOV gaan ons daarop verder inzetten en overheidsbreed kijken naar alle documenten die verbetering hoeven qua veiligheid. Er is gestart met EID, e-rijbewijs, heeft het al gezegd, e-paspoort komt. We zien dat het in de wereld een vereiste wordt om secure documents te hebben. De huidige regering maakt zich sterk voor bijvoorbeeld visumvrij reizen naar Nederland. En een van de vereisten van EU is dat je biometrische paspoorten moet hebben. En Amerika bijvoorbeeld werkt zelfs met, als je rijbewijs biometrisch is, dat je ook gewoon daarmee kan identificeren. Wij zullen verder kijken naar andere documenten in dit kader. Misschien legitimatiebadges van personeel, van de overheid, et cetera. Verder, meneer Blackson zei het al, er is een achterstand met de uitgifte van e-rijbewijzen. Ik mag u zeggen dat wij alle ondersteuning zullen geven
om die achterstand in te werken en in te halen. Het geheel van de criminaliteitsbeheersing, zoals ik dat typeer, staan we kort voor het moment van de launch van het e-rijbewijs. Het lijkt op een op zichzelf staand project, maar het is een project dat onderdeel is van een zeg maar keten aan projecten. Allemaal in het kader van het beheersen van de criminaliteit. Meneer Hiwaki heeft het net gezegd, zoals we het hebben gekend in het verleden, mensen met valse rijbewijzen. Dat zal, zoals het systeem eruit ziet, tot het verleden gaan behoren. Zie daar het belang van dit project. Allemaal te maken met de digitale e-ID, e-rijbewijs, e-paspoort, Safe City, digitale recherche met de forensische computer, Celebrite. En de maak is ook het drone-project. Allemaal te maken met het digitale, dat erop gericht is om de criminaliteit te beheersen, zo niet om het sterker te maken, de kop in te drukken. De bedoeling is om het zo moeilijk mogelijk te maken voor criminelen om onoorbare praktijken uit te kunnen voeren. Voor nu, zoals wij de Surinaamse criminelen kennen, zij zijn nog steeds op de conventionele manier bezig. Dus in dit kader denk ik dat wij one step ahead zijn. De bedoeling is dat we de afstand groter gaan maken met het uiterlijk doel de totale beheersing te hebben over de criminaliteit. Dus u ziet het mensen, het is geen op zichzelf staand project. Hier hebben we eens mooi, maar het past helemaal in de holistische benadering van de beheersing van de criminaliteit die we allemaal voorstaan. Ik vind het natuurlijk een heel prettig moment om mee te maken. Ik moet beginnen om mijn verontschuldiging aan te bieden, omdat het project zoveel oponthoud heeft gehad. Groot deel daarvan is stagnatie van de wetgeving. Het heeft extra geduurd om het door de Raad van Ministers te krijgen, omdat er werd nog werd gekeken naar andere opties van het verstrekken van het rijbewijs, andere modellen. Maar het stemt me goed en ik reken erop, vooral vanwege de spreiding, Unikeri hier in Paramaribo en Mungo. Dat gaat helpen, denk ik. Ik ben vaker gebeld geworden. Assembleeleden hebben me ook vaker aangesproken. Vaker vragen gesteld ook in de Nationale Assemblee. Van wanneer komen de rijbewijzen klaar? Maar ja, vandaag hebben we dit gehad. Dus ik kan alleen maar blij zijn daarvoor. Los van wetgeving is sterk nodig. Maar ook de digitale toepassingen. En de korpschef noemde het toepassen van drones in het verkeer. Dat ga ik zeker ondersteunen. En heel binnenkort ook, denk ik. Hoop ik dat we daarmee een aanvang kunnen maken. Daarnaast sowieso ook de wetgeving. Maar heel belangrijk is ook de handhaving vanuit de motorsurveillance dienst. Ten aanzien verder van het verkeer, er is een strategisch verkeersveiligheidsplan opgesteld door mijn voorgangers. Dat loopt af dit jaar, maar we zijn al bezig om het een en ander te actualiseren. Zodat we dus up-to-date in samenwerking met openbare werken die maatregelen kunnen treffen, die voorzieningen kunnen aanbrengen, alleen maar dat het veilig is in het verkeer. Wat het e-rijbewijs betreft. Ik kijk uit naar de mogelijkheden en de toepassingen. Vooral de link met andere instanties. Ik denk bijvoorbeeld aan de verzekeringsmaatschappijen. Alleen maar ook, los van het verkeer, dat ook een stukje criminaliteitsbestrijding, criminaliteitsbeheersing, daarmee gediend kan worden.
En ik ben blij dat we deze launch hebben en dat de mensen eens eindelijk weer hun rijbewijs in hun hand mogen hebben. Vandaag ontvang ik de mijne, alhoewel ik de laatste tijd niet meer zo vaak rijd. Maar ik ga het graag aan de pers presenteren vandaag.